Hoe langer het uw klant in leeft, als je nog zonder komt, is dat plezier, het is geen nieuw look geweest. Want dat geeft een goed gevoel aan de schoenmaker. Ja. Het eerste deel, dat is een beetje ietsje langer, ietsje meer gericht naar uitleggen hoe de film, hoe, wat het er nog te volgen valt. En dat is plezant natuurlijk. Hè. In de zaal Academie, dat is ook de officiële naam van deze zaal, zaal Academie. Ik ben de directeur van de Academie en dan nog mij gevraagd, mag ik uw locatie gebruiken? Dat is een zeer gegeerde zaal, omdat die niet in de verhuur van Lennik staat, hè, zoals de sportaccommodatie enzovoort. En dus Jan, ja, dacht, hoe moet ik dat hier aanpakken? En Jan is zo enthousiast altijd als ik bij hem ga, want we moeten een keer een sleutelje maken en zo. En dat is altijd rap gedaan en geregeld. En zijn passie kennen we allemaal, hè, film. Hij heeft al verschillende films op zijn palmares. En ja, het is altijd leuk. En ik moet het zeggen, zijn passie, ik vind het ongelooflijk. Iemand met zo'n passie dat doordrijft wat dat hij graag wil doen, ik hou daarvan. En dat is de reden dat hij de zaal mag hebben. Omdat hij ja, gedreven is. Voor mij is dat cultuur en al wat dat met cultuur te maken heeft, is hier zeker welkom. Vandaar. Ik geef graag het woord aan het Lennix Archief, hè, dat is Jan van Repingen. Een mooie samenwerking met de Academie. Als je dus gewist aan u, als je dus bij hem binnenging en zei: ik ben leerling of ouder van de beste Academie van Lennik, dan kreeg je korting. Maar nu is het te laat. Geef het woord aan Jan. Ik ga het ook heel kort houden, want het is een lange film, zoals je weet. Maar ik weet dat Simon en Freddy hier ook vooraan zitten en die zeggen: wat gebeurt er nu? Dat is een speciaal tafeltje voor hen. Maar dat is iets dat we altijd doen als we onze film geven. Dan kijk ik op mijn lijst wie de duizendste kijker is. En dat zijn dus vanavond een beetje gevierd de duizendste kijker. Proficiat. En er zou toch iemand moeten de flesje open doen. François misschien. En toch, maar dat is toch je zicht dat dat dan niet zo hoog is. Moet de eerste schudden? Nee. Terwijl de directeur van de Academie even overspeelt, gaan we verder. Als je directeur bent, dan leid ik me ervan alles kunnen. Mijn vrouw die vraagt de bloemen, maar ik heb niet veel bloemen. Dus nee, ik ben heel tevreden dat de zaal vol is hier in Lennik en dat wij voor het goede doel dat hier ook plaats heeft, dus de Rainbow for Kids, dat die dan ook, mag nu al zeggen, rond de 600 euro krijgen. Maar de film begint zo. Ik ga vertrekking hem zeggen, want als ik aan het praten geraak, dan zit ik alles te vertellen wat hij hier achter mij nog een keer gaat vertellen voor je. Is goed? En je weet ook als wij, hè? Ja. Veel kijkgenot. Beroepshalve heb ik 25 jaar voor de klas gestaan in Sint-Pieterse-Leeuw. Tot de dag we op vakantie gegaan zijn naar Kenia. De situatie dat ik daar heb gezien, heeft mij niet meer losgelaten. En met daarmee bedoel ik de omstandigheden waarmee mijn collega's moesten lesgeven. Geen materiaal, geen ondersteuning. Als het regende, regenen binnen. En zo kan ik blijven vertellen. Al deze dingen hebben mij van overtuigd om er iets aan te doen. Daarom heb ik mijn job in het onderwijs opgegeven en hebben we samen met ons gezin Rainbow for Kids opgestart. Het is een bewuste keuze geweest om onze school op te richten in een heel klein dorpje, waar je ook de beelden kan van zien, in Ukunda. Wij geven aan 447 kinderen de kans op goed onderwijs.
de kans om te leren in een veilige leeromgeving. En daarnaast geven we onze kinderen ook nog gratis een ontbijt, een middagmaal. En onze kleutertjes geven daarbovenop nog extra fruit. Rainbow for Kids helpt de kinderen die uit een heel lokaal dorpje komen, die in slechte levensomstandigheden hun dagen moeten doorbrengen. We hebben al het verschil gemaakt en dat is heel merkbaar. En ook jullie kunnen het verschil maken. Want zo'n school runnen, daar hangt een kostenplaatje aan vast. En daarom kan ik niet genoeg zeggen. Dank u wel. Asante sana in het Swahili aan Lennox Archief om jullie vertrouwen, om jullie steun. Want dankzij deze filmavond, of namiddag, krijgen wij 2 euro per ticket. En daarmee kunnen we heel wat realiseren. Graag zou ik jullie nog een hele aangename avond wensen. En dank u wel. Beste mensen, van harte welkom op de voorstelling van Donderslag in Kasteel Nederlo. 4 jaar geleden is Erik de Kuiper bij mij in de winkel binnengestapt. En hij vroeg me of dat ik geen goesting had om nog eens een film te maken. Hij vertelde me iets rond een huis dat verkocht wordt, dat zou leuk zijn met al die toestanden die er dan ontstaan. Ik dacht ook, ja, dat is leuk, maar daarmee kan je nog geen film maken. En ik ben mij aan het schrijven gaan zitten. En 6 maanden later stond de film Donderslag in Kasteel Nederlo op papier. Ik belde hem op en zei, we gaan een film maken. Op 21 locaties hebben we die film gemaakt in Lennik, Vlezenbeek, Goik, Dilbeek en nog andere plaatsen misschien die ik vergeten ben. Maar wat ik wel weet, dat is dat in de film de kasteeldomeinen er met kop en schouders bovenuit steken. Wie ik vandaag ook wil bedanken voordat de film begint, dat is aan alle cameramensen, de mensen die de muziek gemaakt hebben, de mensen die de montage geregeld hebben om van al die kleine stukjes film één mooi geheel te maken. De ondertitels die eronder geplaatst werden, weken, maanden duurt soms, ja, die er allemaal onder gelagen, zeker als het de 2700 zinnen zijn die er moeten onder geplaatst worden. Nee, het is een mooi project geworden. Het is iets waar ik heel veel van houd, maar het heeft iets te lang geduurd door de coronatoestanden. Maar beste mensen, ik ga nu mezelf afzonderen. Ik ga de mondje mooi toehouden, want ik heb me voorgenomen om niets te verraden van het verhaal. En jullie weten, ik kan zwijgen, maar ik zou voorstellen om nu allemaal samen te kijken naar Donderslag in Kasteel Nederlo. We zien elkander weer. Waar
echt helemaal. Ik laat jou gaan, want ik weet, we zien elkander weer. Waar precies, dat zien we dan wel. Vannacht is het nog een paar figuranten. Ze mogen misschien allemaal een keer staan, de figuranten en de acteurs. Ik denk dat zij er evenveel van genoten hebben als de mensen die zowel voor als achter de schermen ook meegewerkt hebben. Hier vooraan ons twee mensen van de techniek. Ook een dikke merci, ook van de voorstelling. Denk dat ik niemand vergeten ben. Denk ik niet. Maar oh ja, toch wel een, de belangrijkste. De Jan natuurlijk. Zo, dat was het dan. Ik moet mijn vrouw Greta bedanken dat ze zoveel geduld gehad heeft. In 4 jaar lang is ze bijna weduwe geweest. Ja, ik was nooit thuis. Dus, maar ik had ook nog het een en ander op mijn papiertje geschreven. Dus Erik de Kuiper, die dan de rol van de schoenmaker moest spelen, dat kunt je aannemen. Dat is een van de moeilijkste rollen die er bestaat. Dus Erik, goed gedaan. We hebben dus Isabel Pierreux, die dus de barones van Zavelberg tot Zavelberg speelde. Die is ook aanwezig dus. Greta heeft ze allemaal opgenomen, ze heeft eigenlijk met een speech afgepakt. Maar dat is goed. Ik wou toch heel even toch nog iemand in de kijker zetten, want het is de eerste keer dat zij kwam kijken vanavond. En dat is Helena van Kouwelaar. Helena, staat maar recht. Alleen voor u doe ik het. Dat is... Dat begint. Ze had op een bepaald moment zat ze zelfs in Engeland op studie en hebben wij dus opnames gedaan met een stand-in. Haar zus heeft dan naar haar gespeeld. Dus jullie hebben daarvan niks gemerkt. Ik ook niet, want ik heb ze zelfs niet gezien, haar zus. Jij ook niet, hè? Maar het was mooi gecamoufleerd eigenlijk, hè? Dus ja, dat was als... Ik ga één klein stukje toch nog zeggen en dan gaan we nog iets drinken, want een bar is ook nog open. Ik en Erik zijn gaan schouten voor rol. En Erik kwam bij mij en hij zei tegen mij, ja, ik heb daar een jong meisje in de academie in Anderlecht en ik zou daar toch een keer willen naartoe gaan, want dat voor mij, ik zou die graag in de film hebben zeggen. Dat was dus over Helena waar ik nu bezig ben. Hè. En, maar ze was 19 jaar en ze moest iemand van 23 spelen. Dus in het begin van de film is Helena 19 jaar, we hebben 4 jaar aan gewerkt, dus ze is dan uiteindelijk toch 23 geworden. Maar ik was er een beetje twijfelachtig over iemand van 19 die iemand van 23 moet spelen. Maar ik denk niet dat iemand in de zaal dat opgemerkt heeft, zoals de jongste. Erik was denk ik de oudste. En ja, is de oudste. Is dat Brugjaver? Nee. Geert, sorry. Geert zit achteraan in de zaal. Onze eerste minister. Dus ik hoop dat je zover nog mag schoppen.
Nu zou ik zeggen, ik ga gewoon weg afsluiten met te zeggen, ga nog iets drinken, praat nog eens na. Ik vind het altijd tof als de mensen tegen mij nog een keer iets zeggen. Is goed? Ik denk dat de mensen van de bar zijn zeker die. Ja, die gaan dus ook al ingeschakeld worden. Dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik heb genoeg gezegd, we hebben in herhaling gevallen, maar ik vond het een heel, heel leuk publiek.